Vrijdag was de allerlaatste uitzending van Arnhem Actueel. Het Arnhemse actualiteitenprogramma dat van maandag tot vrijdag tussen 12 en 1 werd uitgezonden. Arnhem Actueel heeft 25 jaar bestaan en is een begrip onder vaste luisteraars en bezoekers. Door de jaren heen zijn veel bekende en onbekende Arnhemmers uit de cultuur, politiek, de Arnhemse wijken, sportwereld en entertainment in het programma geweest. In de allerlaatste uitzending kijken we terug en we spreken met oud-programmamakers en de huidige programmamakers. Hoe kijkt u terug op het 25 jaar bestaan en de laatste uitzending van Arnhem Actueel? Nou ja, een laatste uitzending is natuurlijk altijd een trieste gebeurtenis. Hoewel ik hier alleen maar vrolijke gezichten zie. Maar ja, jullie gaan op een andere manier weer door. En wat was uw eigen betrokkenheid bij Arnhem Actueel? Niet of nauwelijks. Nee, want dat werd gewoon door de redactie gedaan. En ik luisterde daar natuurlijk wel elke dag naar. Maar het werd gewoon heel professioneel aangepakt. Dus ik hoefde daar niks aan toe te voegen. Kunt u kernachtig omschrijven wat Arnhem Actueel is? Wij zaten bovenop het nieuws, wat er in de stad gebeurde. En zowel de kleine dingen als de grote politieke zaken, die zaten er gelijk knalhard in. Was het zowel politiek als Arnhemse burgers en nieuws uit de wijken? Klopt, ja, dat klopt helemaal. Het was een puur Arnhems programma. Ja, met natuurlijk ook een politiek, want de politiek gaat over de stad. En er werden nogal eens wat missers gemaakt in het verleden en in het heden. Dus daar moet je bovenop zitten. Ik sta met René Gaardeman-Kewel en Ster van Kooten. Ster, je bent presentatrice van het eerste uur van Arnhem Actueel. Je hebt heel veel jaren hier gepresenteerd. Hoe kijk je terug op die jaren? Heel erg leuk, maar er is heel veel gebeurd. Ook in de stad, waar we dan ook over berichten. En we hebben natuurlijk ook heel veel vaste items vaak in de uitzending. Denk aan Rijnstaten of aan Iriszorg, noem maar op. Maar we zijn toe aan een vernieuwing, jawel. En René, jij bent iets korter erbij, maar ook een vaste presentator van Arnhem Actueel, wel bekend. Hoe kijk je op het einde van dit programma Arnhem Actueel en wat was je band ermee? Het einde is chaotisch gegaan, maar heel erg leuk. En ja, ik vind het jammer dat we nu 2 maanden stoppen. Maar dat moet wel gebeuren om iets heel moois voor terug te laten komen. En daar weet ik zeker van dat het gaat lukken. Hou van Arnhem in de lente. Hou van Arnhem in de herfst. Hou van Arnhem in de winter. Als het zijpelt.